Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Volle Bak. Dit is... Chico. En dit is... Nick. En ik ben ermee. En na het kijken van deze video ga je nooit meer kleding verpesten in de was. Want ik denk dat jullie hier wel wat van kunnen leren. Nick ben ik niet zeker, maar ik weet het van jou wel zeker. En misschien jullie thuis ook wel. En misschien denk je, wassen, wat is dat nou voor een saai onderwerp? Blijf zeker mee te kijken, want het is heel erg belangrijk. Want kleding vinden we allemaal erg leuk en we moeten er goed voor zorgen. Oftewel, wassen. Doen jullie dat wel eens? Ja, zeker. Helaas wel. Nee, ik vind wassen niet zo heel erg eigenlijk. Wassen. Okay. Dat is top, ik heb nog een berg. Ja? Ja. Ja, even chill, want daarna is het allemaal weer schoon. Ja, heel, heel logisch. Maar dat is lekker, als je gewoon een schone was hebt, toch? Ja, je hele huis ruikt lekker dan. En nou, we hebben het dus vandaag over een paar wastips. Ja. Om het misschien nog wat leuker te maken, makkelijker te maken. En duurzamer zelfs, want het gebeurt helaas best wel vaak dat kleding verpest wordt door het wassen. Voordat je gaat wassen, ik heb heel eventjes hier een wastrommeltje. Voordat je gaat wassen, je hebt natuurlijk eigenlijk verschillende soorten kleuren. Je hebt zwarte was. Bonte was. Bijna. Witte was en je hebt natuurlijk bonte was. Oeh. Nou, meestal als je kleding draagt, dan is het natuurlijk zo dat het gewoon de wasmand ingaat en je ziet het wel wanneer je het wast. Maar wat echt moet, helaas, is stap 1 je was sorteren. Dus zwart bij zwart, wit bij wit en kleur bij kleur. En het is gewoon echt heel belangrijk dat je dat doet, want anders dan gaan je kleuren overlopen en daar kom ik zo meteen mee, maar dat is geen pretje. Wat ook echt heel erg belangrijk is, is dat je gaat kijken naar de waslabels. Want je kan gewoon niet alle wassen zomaar erin gooien en wassen en denken dat het allemaal goed komt. Want we hebben nu eenmaal soms wat mooie truien die bij t-shirts en broeken gaan. En als je dat bij elkaar wast, dan gaat het niet altijd heel erg goed. Dan komen we aan bij bijvoorbeeld nieuwe kleding. Want meestal als je nieuwe kleding koopt, dan draag je het liefst best wel vaak. Je merkt wel, ik ga hem even wassen, want ik kan hem weer aan. Dit is een trui die kwalitatief een hele goede trui is. En dat is ook wel echt heel erg belangrijk, dat je gewoon kijkt naar gewoon kwalitatieve items. En niet hele goedkope troep dat na een paar keer wassen eigenlijk niet meer mooi is. Want vaak denk je, dat komt ook door de kwaliteit. Dat is echt de kwaliteit. Dus investeer in goede pieces. En een goede champion trui is dus een goed staple piece, noem ik dat dan. Maar als je dit item dan heel vaak draagt, Chico, en heel vaak gaat wassen op een verkeerd wasprogramma. Maar ik was wel, dat was misschien. Je was wel, maar dan ga je pulletjes krijgen. Hoe goed de kwaliteit ook is, als je hem gewoon 27 keer gaat wassen, ja, dat merk je gewoon. En bepaalde truien moet je gewoon niet altijd wassen. Laat het soms ook liever gewoon heel eventjes drogen. Laat het stomen. Als je bijvoorbeeld heet gaat douchen, hang hem dan op aan een hangertje. Is ook wat duurzamer, want je gaat natuurlijk al douchen. En je hoeft niet altijd iedere keer je wasmachine of droger te laten werken. Nou, volgende tip. Printjes. Hebben jullie wel veel kleding met printen erop? Ja. Of relief misschien wel? Binnenste buiten wassen. Binnenste buiten wassen. Zeker weten. Want wat er namelijk is als je gaat wassen en je gaat hem gewoon zo in de wasmachine doen, dan slijt de buitenkant het meeste. Maar je wil natuurlijk dat als er al een kant moet slijten, dat de binnenkant gaat zijn. Want dat maakt niet echt uit en dan ziet het nog het beste eruit. Ja. We hebben 3 bakken. Eén voor zwart, één voor wit en eentje voor kleuren. En eentje voor ziek ook. Ja, maar volgens mij, dat zwart, wit en kleuren, dat is een beetje... Ja, je bent kleurenblind. Ja, dus ik kan er eigenlijk niks van doen. Nee. Je bent helemaal niet kleurenblind, je bent gewoon een beetje onzorgvuldig. En dat is dus een dingetje waar we dus, als het goed is dat je deze video hebt gezien en dat jullie erbij hebben gezeten, nooit meer gaat doen, want dan hou je je mooie kleren netjes. En dan hou je, nu komt ie jongens. Ik moet naar de wc. Nee. Je witte kleding hou je wit. Ja, dit is een shirtje van 40 euro, wat ik had gekocht. Het was heel mooi wit. En toen heeft Zico hem met kleur gewassen en nu is hij licht roze. Nou, ook leuk. Maar hij is wel leuk. Dit is wel een uniek item nu. Ja. Weet je zeker dat het komt door... Dat is fashion. Nou, wat roods op. Misschien dat het daar wat komt. Ja, ik denk dat het daar wat komt. Ja. Dit is fashion. Zico. Sterk gedaan. Ja. Leuk shirt. Daar gaat het. Super zonde. Zorg er alsjeblieft voor dat je dit niet flikt bij je vriendin. Want dat vinden ze niet leuk. En jouw Argentinië shirt, die is nu roze. Ja. En je eigen shirt ook. Dat is gewoon kut. Ja, dat is wel balen. Dus daarom
ik maak er nu wel een beetje een grapje over, maar eigenlijk baal ik ook wel. Eigenlijk baal ik ook wel, want ik had een hele mooie Copa Argentinië trui van Adidas. Van de jaren van Maradona. Gekocht. En best wel, best wel een mooi item, alleen die heb ik er ook bij gedaan. Waardoor ik nu blauw met lichtroze heb. Ik vind karma. In plaats van blauw met wit. Dus dat is gewoon naar. Dat vind ik wel, kijk. Dat vind ik ook wel kut. Jouw shirt. Maar nu dan, ik heb het zelf gewoon voor Paul. Want ik doe hem dan wel gewoon aan omdat ik zo zeg van ja, het moet gewoon kunnen. Maar de eerste keer dat ik hem aan had, toen liep ik naar werk, naar de sales. En toen zei Nick, wat heb jij gedaan? Oh, je had het over, je viert veel jong. Ja, zei ik gewassen. Ja. Oh, dat is ook gebeurd. Maar niet goed gewassen. Dus ja, alleen maar om die reden zou ik er al voor zorgen dat hij de was doet. Ja. En die hebben medewassen doen, dat je gewoon zelf goed was. Want het is gewoon, het is niet zo moeilijk allemaal. Je moet gewoon niet alles erbij proppen. Ga gewoon zorgvuldig met je spullen om. Want dan heb je je spullen voor een langere tijd. Kan je er langer van genieten. Nou, volgende tip daarvoor. Azijn. Als je een scheurtje azijn in de wastrommel doet, dan zorgt het ervoor dat de kleuren van je kleding echt helderder worden. Dus eigenlijk is het zelfs aan te raden met nieuwe items. Helderder worden? Ja, blijven. Nou eigenlijk blijven en worden, want voor oude items dan wordt het weer wat helderder, wordt weer wat opgepakt. En wat er namelijk is, bij elk kledingstuk met een kleurtje, als je hem voor de eerste keer was, komt er gewoon verf los. Hoe dan ook. En dat is dus de reden dat als je bijvoorbeeld rode was bij wit doet, dat het af kan geven. Maar als je bijvoorbeeld een rood item hebt wat al 30 keer is gewassen, zal het geen rood meer afgeven. En zo gebeurt het niet. Niet testen alsjeblieft. Maar het gaat er dus even om bij het begin. En als je dus een scheutje azijn erin doet, dat werkt verzachtend ook voor je kleding. Dus eigenlijk vervangt dit wasverzachter. Dat is goed voor de verf. En wat je ook meteen doet, is eigenlijk je wasmachine een beetje ontkalken. Dus je slaat twee vliegen in één klap. En dat is dus echt wel echt heel erg top. Heel veel mensen die denken dus azijn, zuur, gaat stinken, whatever. Kan niet. Kan dus wel. Probeer het gewoon een keertje. En Zico die vertelde net ook al. Zweten in sportkleren, gooi er wat azijn bij. Niet een halve liter, gewoon een scheutje azijn. En dat helpt dus voor je kleding. En ook voor de gele vlekken? Nee. Een bepaalde soorten bleek kan je daarvoor gebruiken. Bepaalde. Niet helemaal. Gele vlekken? Nee. Oh. Ja, zweetvlekken bijvoorbeeld. Oh. Deo-vlekken. Ja, nee, zweetvlekken. Zweet- of deo-vlekken die zijn ook wel echt heel erg hardnekkig. En bijvoorbeeld witte kleding is soms best wel verpest. Door gele zweetvlekken of deo-vlekken kan je helaas niet super veel aan doen, maar je kan wel weken met een bepaalde soort bleek of met finish of dingen die er echt voor gemaakt zijn. Maar wat een hele goede website is omaweetraad.nl. Ja. Dus kijk er heel eventjes op en zoek dan gele deo-vlekken. Volgende tip is zout. En zout is een beetje hetzelfde idee wat ik net zei met azijn. Je kan 120 gram zout toevoegen aan zwarte was, want op een of andere geweldige manier pakt dat het ook weer op. Want hetzelfde met wat ik net zei, met nieuwe items, als je dan gaat wassen, komt er verf los. En blijkbaar heeft zout een hele goede werking bij zwarte kledingitems. Wat dan? Dat dat zwart blijft? Ja, ja. Dat het gewoon ook de verf wordt opgepakt en het is goed en... Ziek. Google. Nou, we hebben natuurlijk net het gehad over wasmachine, maar je hebt natuurlijk ook je droger altijd staan. En een droger wil ik eigenlijk aanraden om zo min mogelijk te gebruiken voor je handdoeken, want dan worden ze lekker zacht. Dat wel, je beddengoed is ook wel heel erg lekker. Maar voor je kleding zou ik het gewoon niet gebruiken, want de droger staat er gewoon onbekend om je kleding te laten krimpen. Toch, Zico? Onze droger wel. Ik heb namelijk heel lang de kleding weg kunnen brengen, want die waren te klein geworden. Laatste tip eigenlijk voor deze video is over nog heel eventjes richting je kleding dus wat langer goed houden. Dan heb ik heel eventjes een voorbeeldje. Want t-shirts doe je niet in de droger, dus wat je gaat doen om ze te laten drogen is ophangen of in je kast überhaupt ophangen. En wat heel veel mensen doen is dit. T-shirts zo ophangen. Oftewel dat de kraag open gaat. Dat gaat lekker makkelijk. Ja, het gaat snel ook hoor. Het gaat snel inderdaad, maar je verpest echt je mooie hals. Wat er namelijk gebeurt is als je dit heel vaak uittrekt en helemaal als het nat is, dan wordt het gewoon echt super lelijk. Met minder kwalitatieve shirts is het gewoon denk ik na 3 keer is je kraag al gewoon niet meer mooi, dus niet meer dragen. Soms heeft Zico dan een shirt aan en dan denk ik, alsjeblieft, doe het uit, want de kraag is verpest. Oh, denk ik dit omdat ik zo mooi ben, maar het is een beetje kraag. Dus wat je eigenlijk moet doen is dat je vanaf de onderkant en de lifehack hierin is dus dat je haakje niet naar je shirt gericht is. Want als je hem zo doet, dan blijf je hangen. Dus dan doe je hem zo.
in je shirt. En dan ga je in één keer naar boven en dan heb je hem opgehangen. Het duurt 3 seconden langer. I know. Maar echt, het is veel beter voor je kleding. Want niemand wil natuurlijk kleding opnieuw moeten kopen of weggooien. Terwijl het eigenlijk voorkomen had kunnen worden. Toch? Ja. Dat klopt. Zeker weten zelfs. En dan hebben we ook nog een dingetje, want je ziet dat ik nu een t-shirt aan het ophangen ben. Maar eigenlijk moet je t-shirts en truien niet ophangen, maar opvouwen. Oh, ja, nu wordt het wel lastig weer. Ja, wat er namelijk is, t-shirts en truien die zijn gemaakt van een rekbare stof. En wat er dan gebeurt als je ze ophangt, dan wordt dit eigenlijk iedere keer een beetje getest. En dan is het aan het rekken en dan gaat het lubberen, zoals we dat met een heel raar woord noemen. Maar dat ziet er gewoon dan niet meer netjes uit. Dus dit soort items, truien, shirts, tops, long sleeves, opvouwen. Hoe vervelend het ook is, maar opvouwen. En wat je wel kan ophangen zijn eigenlijk items die erg snel kreukelen. Jasjes, colberts, blouses. En die moet je dus wel ophangen. Want dat is wel een beetje een aandachtspuntje met kleding vouwen. Oké, wat je gewoon goed moet hebben is dat je het shirt goed vast hebt. Er zijn altijd van die naden aan de bovenkant. Nou, die pak je goed vast. Want daar moet je hem gewoon vlak aan hebben. En dit gedeelte moet recht liggen, want daar zit je vouw en anders krijg je een nieuwe vouw en dat is niet netjes. Nou, ik klop hem altijd goed uit, dan heb ik mijn handen zo, mijn vingers die gooi je dan eigenlijk zometeen om en dan vouw ik hem nu om en dan leg je hem neer. Zo, en meestal nog een beetje rechter maken, want hoe mooier en hoe vlakker en platter je hem hebt, hoe meer je kwijt kan. Zo. There you go. Ik hoop dat je wat geleerd hebt van deze video. Hebben jullie wat geleerd van deze video? Zeker. Nou, wat dan? Niet zeggen dat er mede was moet doen voortaan. Nee, ik heb geleerd wat over het azijn. Dat het beter is dan wasverzachter. Of net zo goed. Ik heb zout geleerd. Ik heb vooral mensen wat geleerd. Hoe kan je mooie kleding vouwen? Nou, top. Laat even in de comments achter welke tip jij misschien nog niet wist of zeker gaat gebruiken. En heb jij misschien nog tips? Laat dan ook weten in de comments, want dan kunnen we elkaar natuurlijk helpen om beter met onze kleding om te gaan. Want dat is eigenlijk rete belangrijk, want de kledingindustrie is de meest vervuilende industrie die er bestaat. Dat je het weet. Bedankt voor het kijken. Laat in de comments eens wat weten. Doe een duimpje omhoog. Ja. Wat nog meer? Als je dat nog niet gedaan hebt, abonneer op het YouTube kanaal. Zet het belletje even aan. Ja. En daarnaast vergeet ze ook niet te volgen op Instagram. Dat is namelijk volle_bak. En dan zien wij jullie de volgende keer weer terug. Doeg! Hey. Ja.